Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video. En ik had het natuurlijk vorige week al aangekondigd, maar ik ga deze week de Oculus Quest 2 even flink aan de tand voelen. En dat is dan ook precies wat we vandaag gaan doen. Want we gaan vandaag PC-games spelen op de Oculus Quest 2. Nu is de Oculus Quest 2 natuurlijk een standalone headset met zijn eigen Snapdragon processor erin. Eigen batterij. Je kan hem volledig standalone gebruiken. En daar kan je een aantal hele toffe VR-games mee spelen. VR Immortal is er daar eentje van. Superhot VR is er daar absoluut eentje van. Beat Saber, noem het allemaal maar op. Maar je kan hier dus ook echt hele vrede PC-games mee spelen. Dan heb ik het over een Half-Life Alyx. Dan heb ik het over een Assetto Corsa Competizione. Maar ik heb het ook over Star Wars Squadrons. We zijn en blijven natuurlijk toch gewoon nerds. Dus we gaan Star Wars Squadrons spelen. Hier op de Oculus Quest. Wat heb je nou daarvoor nodig? Een Oculus Quest, niet eens een tweede generatie. De eerste generatie zou wat dat betreft ook gewoon prima kunnen. En een USB 3.0 kabel. USB A naar USB-C heb ik in dit geval. Voor de Quest heb je absoluut C nodig. Je PC zal ongetwijfeld A hebben. En heb je een wat nieuwere PC, dan zul je ook C hebben. Ik heb dus een 2,5 meter kabel. USB A naar USB-C. 2,5 meter is niet heel erg lang voor de meeste VR-games. Maar voor race games en space sims, zoals deze game die we nu gaan spelen, is dat meer dan genoeg. En dat was het ook eigenlijk. Je hoeft ook verder niets in te stellen. Je plugt hem gewoon in, je start de game op en je lanceert de VR-functie. En dan kan je gelijk aan de slag. Dus laten we dat gaan doen. Oké, we zitten hier in het hoofdmenu van Star Wars. En dit is denk ik een van de vetste VR-games die je op dit moment kan gaan spelen. En ik heb zoiets van, als we toch de Oculus Quest 2 gaan checken, laten we dan gewoon deze pakken. En laten we daarbij gewoon een missie doen. Hier, The Skies of Yavin. Ik weet niet precies wat we hier moeten doen. The communication restored Captain Wedge Antilles needs Vanguard Squadron to capture Star Destroyer at Yavin Prime. Nou kijk, dat klinkt hartstikke vet. Gaan we gewoon doen. En we staan hier in de hangar van de Rebels. Ik heb hier een klein R2-unit bij me. Helaas, volgens mij is dat zo. Ja, we moeten eerst naar de briefing room gaan. Om een of andere reden wanneer je dit hebt gedaan, hier is Captain Wedge Antilles, by the way. Moet je dit opnieuw gaan kijken? Convoy, towards Yavin. It's pinned in the upper atmosphere with no hyperdrive, but too many fighters for Talos Group to handle alone. This might work out for both of us. Come, meet our visitor. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. I have a Star Destroyer problem that Vanguard might be able to help me solve. We need a Star Destroyer for Project Starhawk intact. Now we prove what Vanguard's made of. Wedge, if you would. Okay, hier is dus de briefing. Die gaan we niet helemaal volgen, want hij is simpelweg niet heel erg interessant. Dus hier ga ik gewoon lekker doorheen skippen. En dan gaan we van start. En dit is gelijk een van de vetste dingen van de game. Je kiest hier je loadout. Deze is prima. En we gaan gelijk beginnen met vliegen. En dit is echt iedere keer weer een kippenvel moment. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Zeker als Star Wars nerd. En het toffe hieraan is natuurlijk dat ik het nu gewoon met de Oculus Quest 2 kan doen. Je hebt geen trackers nodig om neer te zetten. Ik hoef geen bepaalde afstand te houden. Deze VR headset doet het allemaal zelf. De Rift S dus ook. Alleen de Rift S is dan weer niet standalone te gebruiken. Het doet me heel erg denken aan de X-Wing VR mission.
Volgens mij heb ik die ook een keertje gestreamd of op YouTube gezet. Kijk, we krijgen nu gelijk allemaal tips ook. Omdat dit een van de eerste missies is. Helaas heb ik geen HOTAS flightstick. Dus ik zal het met de controller moeten doen. Maar ook deze game werkt prima met de controller hoor. En misschien is het zelfs nog iets makkelijker. Ik heb het ook al een tijdje niet meer gespeeld. Het is helaas wel een beetje een dead game geworden. Dus omdat het natuurlijk eigenlijk puur en alleen een VR game is. Je kan hem ook zonder VR spelen, maar dat wil je niet. En er zijn nog maar weinig mensen met VR headsets, helaas. Een van de dingen die me opvallen... Ik ben bijna dead meat. Maar een van de dingen die meteen zullen opvallen wanneer je met de Oculus Quest 2 speelt, is dat de resolutie een stuk lager is dan dat je gewend bent van een normale Oculus Rift. En dat heeft er simpelweg mee te maken. Niet met het feit dat Oculus Link in beta is, want volgens mij is die beta in ieder geval voorbij. Maar eigenlijk met het feit dat je GPU een soort van videostream maakt. En die naar je headset stuurt. En dat je daar gewoon compression op hebt. Er zijn al beloftes dat in de toekomst... Oh, ik moet omdraaien. Er zijn al beloftes dat in de toekomst... de resolutie omhoog gaat. En ook al het aantal hertz. Want ik speel de game nu op 72 hertz. Terwijl de headset 90 aan kan. En het staat je vrij om via debug tools... dat verder aan te passen. Maar dan kunnen er wat instabiliteit dingen optreden. Oh, hoe deed dit ook alweer? Oh, X, dit was het. Oké, okay, hier komt die. Dubbele shield. Oké, die hebben we. Er is ook echt bijna niks brutes dan langs de Star Destroyer vliegen. If we take the bridge, we'll have access to its internal systems. Scan for a breach point, so we can send an aborting team. Europe 5. Breaching a Star Destroyer, just like the old days. Look out, Vanguard! We got a gunny story incoming! Deze moet de scanner. No good. Hier achter ook. Taking damage here! Op scan. Ik heb gelukkig nog flares om de missiles af te schudden. Ik ben heel benieuwd hoe deze opname uiteindelijk eindigt. Want mijn computer heeft het best zwaar. Ik heb en een camera verbonden. En ik ben aan het recorden in 4K. En ik ben de game aan het spelen. En in virtual reality. Back. Clear the skies.
Daar is er één. Okay, we zijn wel bijna dood. Ik denk niet dat we het gaan redden. Die interceptors zijn zo snel, jongen. Eerst even repareren. Maar even zonder gein, jongens. Een Oculus Quest 2, hè? Als je een Star Wars fan bent, is dit een no-brainer toch? Voor €300 heb je je eigen X-Wing simulator. En kan je ook nog eens VD Immortal spelen. Wat ook echt een hele brute game is. En die ga ik waarschijnlijk ook nog even streamen. On my way, man. Je moet dus ook echt los je shields bedienen. Je lasers bedienen en ook je engines. Want je kan energie verdelen tussen die drie dingen. Ja, we zijn bij hoor. Dus gaan dan maar snel wat doen. Kijk, daar zijn de U-Wings. Ready to take on a Star Destroyer? Copy Captain Antilles. Just get us there and we'll do the rest. You heard him back on. Die Star Destroyers zijn zo bruut, jongen. If our boarding party takes the bridge, they'll slice internal security systems. The crew won't be a problem with no computer access and all the blast doors locked. Okay, that's Wedge. We've got an Imperial carrier. They're launching reinforcements. They're not giving up the Victoria without a fight. Vanguard. Take down that cruiser. Welke cruiser? Oh, daar. Jezus. Ja, ja, ja. Ik heb hem al. Ja, ja. Oh, waar moet ik? All enemies. Oh, ja, daar. On your wing. Too many of them! Okay, misschien hadden we beter even double shields voor kunnen doen. Deze hebben we bijna. Kom op. Yes. Hij is down. Oh. Oh, wat ben ik aan het doen, joh? Je moet bij die missile, wanneer die op je afkomt, moet je echt zo lang mogelijk wachten om je flares te droppen. En als je dat te vroeg doet, dan is de kans zeker aanwezig dat je alsnog geraakt wordt.
Wedge. Dat is Wedge. Army Vanguard. Let's regroup at the Victorum. The boarding team might need support. We're almost through those blast doors. Wedge heeft ook gedronken, volgens mij. Maar Wedge, vlieg naar dat ding. We've got another Imperial carrier. En nog één, en nog één. Wij hebben de Star Destroyer. Ja. Dat was hem dan, jongens. Star Wars Squadrons in VR. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En nog een aantal dingen om te onthouden. Wanneer je dus je Oculus Quest 2 op de PC wil gebruiken, zorg er dan voor dat je een USB 3.0 kabel hebt. Zorg ervoor dat die absoluut lang genoeg is voor de games die jij wil gaan spelen. En houd er rekening mee dat als jij op zoek bent naar een VR-bril voor je PC en misschien voor andere dingen, wanneer je de Quest op de PC gebruikt, het zal er niet zo mooi uitzien als op een native PC virtual reality headset. De resolutie is wat minder en hij is ook iets minder stabiel vergeleken met de normale Oculus Rift die ik ook hier heb liggen. Maar dat is al een oudje, daar moet je dus die trackers voor neerzetten. Daar heb ik allemaal geen zin in. Zeker niet in deze kleine ruimte waar ik nu in zit. Dat werkt gewoon niet. Deze Quest werkt meteen, plug and play, spelen. En ik ga dan ook absoluut nog heel veel meer VR games checken. Wil je dat allemaal zien? Zorg er dan voor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. En vergeet niet dat duimpje omhoog te doen wanneer je dit nou een toffe video vond. Laat mij hieronder in de comments weten. Is de Oculus Quest 2 voor jou een optie om PC-games op te spelen? Ja of nee? Ik hoor het graag van jullie. En tot de volgende keer. Later!